Oké, zoals we net zagen, hebben we dus nu het genotype kunnen in kaart kunnen brengen van die. Het genotype in kaart kunnen brengen van dat trihetrozygoot wijfje van wie haar vader. Dat hebben we dus hier genoteerd. Van het mannetje met wie ze kruis, dat was eigenlijk al bekend, dat hebben we hier genoteerd. Deze en deze krijgen dan vervolgens 8 types van nakomelingen. En deze 8 types van nakomelingen, hun fenotype, heb ik hier genoteerd. Bijvoorbeeld recht normaal wit, tweede categorie was krom gedrongen rood en dat was het gespecificeerd in percentages. En aan deze informatie ben ik gekomen vanwege de stam van die opdracht. Er zijn daar, dat zie je dus nu weer in beeld, je ziet die 8 types van nakomelingen die er gespecificeerd zijn aangegeven in dat stencil. En dat heb ik dus dan gewoon hier aangegeven. Wat is onze volgende stap? Hier hebben we dus het fenotype van die 8 categorieën van nakomelingen. Gezien? Wat is onze volgende stap? Wat we gaan doen is dat we dit fenotype van elk der categorieën nu fenotypisch gaan coderen. Eerder had je al kennis gemaakt in de lagere klasse of misschien het vorige kwartaal, met dat we fenotype hebben, we hebben genotype. Maar we gaan nu kennis maken met een nieuw ding en dat is een fenotypische codering. Niet te verwarren met gewoon het fenotype. Het fenotype is hier gewoon geschreven in woorden, wat tot expressie komt, wat je ziet. Maar nu gaan we dus naar je fenotypische codering. Je fenotypische codering leer je af van je legenda die we eerder hier hadden vastgesteld. We gaan naar één voorbeeld kijken en daarna gaan we het een beetje versnellen. Recht normaal wit correspondeert vanwege je legenda met kleine r, grote g, kleine w. Kromgedrongen rood, tweede voorbeeld, dat correspondeert voor je fenotypische codering vanwege je legenda met grote r, kleine g, grote w. Let erop, dit is fenotypische codering en dat heb ik dus dan vervolgens voor alle 8 categorieën gedaan. Gezien? Dan gaan we dan nu een stapje verder. Nu gaan we dan doen, wij gaan dus nu op dit moment kijken naar de afstandsbepaling tussen gen R en G, tussen gen G en W, maar we gaan ook kijken naar de afstandsbepaling tussen gen R en W. Dat betekent als we 3 afstanden hebben, kunnen we al voorspellen, de grootste afstand, dat is dus eigenlijk, dat zijn dus dan eigenlijk de 2 genen die het vers uit elkaar liggen. En hoe gaan we dus dat aanpakken? Als we de afstandsbepaling gaan doen tussen R en G, dan zullen we tijdelijk wegdenken gen W. Nogmaals, als we de afstandsbepaling zullen doen tussen gen R en tussen gen G, dan zullen we gen W tijdelijk even dichtmaken, wegdenken. En hoe gaan we dat nu aanpakken? We schrijven die R en G gewoon hier op. D staat voor afstand, dus dan schrijven we D tussen haakjes R en G, omdat we de afstandsbepaling tussen R en G gaan doen. En als, wat we gaan opmerken, steeds gaan we hebben dat wanneer we de afstandsbepaling tussen 2 genen doen, dat er 4 combi's zullen zijn. En binnen elke combi heb je 2 subcombi's. En dat lijkt complex, maar het is niet zo moeilijk. We gaan dat even middels een voorbeeld proberen uit te voeren. Ik zei al, gen W gaan we wegdenken tijdelijk. Indien we de afstandsbepaling doen tussen gen R en G. Als we dus W hebben weg, als we W dus wegdenken, dan krijgen we dus dan hier de combinatie van kleine r om grote g. Kleine r, grote g, daarvan moeten er 2 zijn. Kleine r, grote g hebben we hier, maar we hebben hier ook kleine r, grote g. Gezien? En kleine r, grote g. Als we dus dat hier optellen van die mannetjes en die vrouwtjes, die frequentie, zitten we dus dan op 28. En die andere kleine r, grote g, als we dat hier totaliseren van die mannetjes en die vrouwtjes, zitten we dus dan op kleine r, grote g is het toch? Dan zitten we dan op 7,4. Dus dat betekent dat gaan we die 28 plus die 7,4, omdat ze dus van dezelfde combinatie zijn, subcombinatie zijn, kleine r, grote g, gaan we dus dat dan hier opschrijven en dat heb ik al gedaan. Kleine r, grote g, 28 plus 7,4. We zullen straks eventjes totaliseren wat dat precies is. Onze volgende combi, onze tweede combi is grote r, kleine g. Daarvan hebben we 28. Bij die ene. En we moeten nog een tweede hebben daarvan. Grote R, kleine G.
Dat hebben we bij punt 6. Dat is plus 7. Dus we hebben 28 plus 7,0. Dat heb ik al voorbereid hier voor jullie. Dan hebben we onze derde combinatie, namelijk kleine r, kleine g. Nogmaals, we denken steeds geen wee weg, ter herinnering. Kleine r, kleine g. Daarvan moeten er ook twee combi's zijn. Dat zien we dus hier. En we zien dus dat hier. En dat wordt dus dan 13 plus 2,0. En dat heb ik dus dan hier ook voorbereid. Kleine r, kleine g. 13 plus 2,0. En daarna hebben we dan grote r, grote g. Dat hebben we hier. Maar we hebben grote r, grote g. Ik ben even in de war. Grote r, grote g hebben we hier. En we hebben dan hier ook nog grote r, grote g. En dat wordt dus dan 13 plus 1,6. En dat heb ik hier ook voorbereid. 13 plus 1,6 voor grote r, grote g. En dat is wat ik net bedoelde te zeggen. Als we de afstandsbepaling doen tussen twee genen, we denken tijdelijk dat derde gen we. Zullen we, wanneer we de afstandsbepaling tussen die twee betrokken genen doen, steeds vier hoofdcombi's hebben. En binnen elke van die vier hoofdcombi's hebben we twee subcombi's. Gebeurt het dat we hier bijvoorbeeld in plaats van 2, 1 hebben, of juist 3 hebben, dat betekent dat je hebt ergens een fout gemaakt om van je fenotype naar je fenotypische codering te gaan. Dus eigenlijk is het een controlepunt, want je moet 4 combi's hebben en binnen elke van die combi's moet je dan vervolgens 2 subcombi's hebben. Oké, dan gaan we dus dit zo meteen optellen. Ik laat dat rekenwerk even voor straks, omdat ik vanwege de tijd van dat filmpje dat even naar die andere wil gaan. Nu gaan we gaan door. Ja, maar nu gaan we kijken naar de afstandsbepaling tussen gen G en W. We zijn nog niet klaar met de afstandsbepaling tussen R en G, maar nogmaals, we komen daarop straks even terug. We gaan nu even kijken naar de afstandsbepaling, dat voorwerk althans, tussen gen G en W. En je raadt het al, als we kijken naar de afstandsbepaling tussen gen G en W, dan denken we nu juist gen R weg. Nogmaals, als we de afstandsbepaling tussen G en W doen, voor overal, dan gaan we gen R tijdelijk wegdenken. Dat betekent, hier gelden diezelfde regels. Hè? Je moet 4 hoofdcombi's hebben en binnen elke hoofdcombi's weer 2 subcombi's. Dan gaan we kijken, tussen G en W, we denken R weg. We hebben hier grote G, kleine W, kijk hem hier, grote G, kleine W. Ik heb het al voorbereid, dat is 28 plus 13, dat is deze. En deze hier, als je dus dat zou optellen, dan zou je zien het komt op 28 plus 13. Ik ga nu wat sneller vanwege de tijd, want het principe is hetzelfde. Daarna hebben we de volgende hoofdcombi. En dat is kleine g, grote w. Dat hebben we hier. En we hebben ook hier, ze zitten per toeval onder elkaar. Dat betekent dus 28 plus 13. Zien? En dat heb ik hier genoteerd. En daarna gaan we naar grote g, grote w. Want je mag iets niet twee keer dubbel gaan doen, dus daarom. Die volgende is grote g, grote w. En dat is dus aan 7,4 hier. En die andere grote g, grote w, dat is 1,6. Dat heb ik hier genoteerd. En dan hebben we kleine g, kleine w. Dat blijft dan over. Dat zijn deze twee categorieën. Lekker makkelijk onder elkaar is 7 plus 2 is 9. Maar we komen zo meteen daarop even terug. Dus we zien hier dat het nog steeds voldoet. 4 hoofdcombi's en daarbinnen steeds 2 subcombi's. En je raadt het al waar we nu naartoe gaan. We gaan nu kijken naar de afstandsbepaling tussen gen R en tussen W. Dus tussen R en W. En niet in paniek raken. Gewoon die G wat in het midden ligt wegdenken. Hetzelfde principe. Niet in paniek raken omdat je nu ineens iets moet wegdenken wat het in het midden is. Nee. Gewoon rustig volgens de procedure werken. We gaan nu kijken naar de afstandsbepaling tussen R en W. G denken we weg. Wat is dan onze eerste hoofdcombi? Kleine R, kleine W, kijk hem hier, is 28 plus 2. Kijk hem hier, 28 plus 2. Is van hier om hier. G denken we nogmaals weg. Dan is onze volgende categorie grote R, grote W. En dat is dus deze hier. Maar we hebben ook... Even kijken, deze hier. Dus dan wordt het dan. Als we dus dat dan zouden controleren, dan wordt het dan. Ik was bij die tweede categorie toch? Dan wordt het dus dan 28 plus die 1,6 hier.
En nu zijn we bij die derde combi. Kleine R, grote W, dat is dus deze, is gelijk aan 13 plus kleine R, grote W, dat is hier, plus 7,4. Kijk hem hier, ik heb hem al voorbereid. En dan hebben we grote R om grote W. En als je dus dat goed zo nagaan, is het dan 13 plus 7. Maar dan nu gaan we even een stapje verder, want ik heb je wel die voorberekeningen doorgegeven, maar we hebben nog steeds niet de afstand bepaald tussen die drie betrokken genen. Hoe gaan we dan nu snel te werk? 28 plus 7,4. Ik moet even spieken, dat mag natuurlijk wel. 28 plus 7, dat is 35%. 28 plus 7, dat is 35%. En 13 plus 2 is 15%. En daarna 13 plus 1,6 is 14,6%. Nog steeds gefocust blijven. De som hiervan moet gelijk zijn aan 100%. Let er op je werk in percentages bij dit systeem. En ook als je nakomelingenschap bijvoorbeeld in aantallen was, is het belangrijk. In dit geval in deze opdracht zijn nakomelingen in percentages opgegeven. Maar stel het was in aantallen, dat is het wel van belang dat je het eerst in percentage omzet. Want het geheel hier moet natuurlijk ook op 100% komen. En ja, als je bijvoorbeeld op 100,01% of 100,1% komt, vanwege afrondingsfout, is dat natuurlijk niet echt een probleem. Maar dit is natuurlijk 100%. Dus nogmaals, als het aantallen is, eerst in percentages omzetten. Dat is het veiligste. Oké, dan gaan we naar hier terug. Proef op de som. We komen hierop. 100%, dat is onze vervallen stap. We zullen dan nu die twee kleinste pakken. Hier zien we 35%, 35%, 15 om 14,6. We pakken dan de twee kleinste. De twee kleinste zijn 15 om 14,6. Wat doen we dan vervolgens? We pakken dan die 15 plus die 14,6. Omdat ze de kleinste zijn. Je pakt, dat is een vaste regel. 15 plus 14,6, dat is gelijk aan 29,6%. En nu is er binnen de genetica een regel. En die regel houdt in dat 1% gelijk is aan 1 morgen eenheid. En hoe moet je morgen eenheid zien? Is net als je op een weegschaal zou staan en je gewicht zou meten, dat worden kilogram of gram. Die eenheid is gewoon erbij vermeld. Zo is dus 1% gelijk aan 1 morgen eenheid. Morgen eenheid geeft eigenlijk de afstand weer tussen twee genen. Maar men heeft nog iets anders kunnen ontdekken. Eigenlijk moest ik dat misschien eerder gezegd hebben. Men heeft kunnen ontdekken dat het crossing over percentage, tussen haakjes de recombinatie percentage tussen twee genen, gelijkwaardig is met de afstand tussen die twee betrokken genen. Ik herhaal het even. De afstand tussen twee genen is gelijk aan het recombinatiepercentage dan wel het crossing over percentage tussen die twee betrokken genen. Alleen geef je hem dan niet meer aan met procent, maar je geeft hem aan met morgen eenheid. En dat wordt aangegeven met hoofdletter M, hoofdletter E. En wat we hier hebben gedaan is die twee kleinste hebben gepakt. Dat die twee kleinste hier, de som van deze twee kleinste, geeft eigenlijk weer het crossing over percentage tussen gen R en tussen gen G. Dus als we dus nu hier hebben tussen gen R en G, de twee kleinste, hebben we opgeteld. 15 plus 14,6 is 29,6. Dat betekent dat tussen gen R en G heeft er een crossing over, is er een crossing over percentage van 29,6%. Vanwege die regel dat het crossing over percentage tussen twee genen gelijkwaardig is aan de afstand tussen die twee betrokken genen, kunnen we dus dan stellen dat de afstand tussen gen R en tussen gen G, hopelijk zie je het, tussen gen R en tussen gen G, dan gelijk is aan 29,6 ME. Nu moeten we geen procenten zetten, maar ME. Dat is dus vanwege deze regel hier zo. En hetzelfde gaan we dus nu toepassen tussen gen G en W en tussen R en W. En je mag het even op pauze zetten.